Hier komt hij weer. Dit is vet. Wow, jeeig. Jullie hebben elke dag zo'n uitzicht, of niet? Ik zie helemaal geen vliegtuigen. Wat raar, normaal zie ik een stuk meer. Hey, een auto van Schiphol. Hallo. Hallo, ik ben Erwin. Ik ben Tyler. Ik begreep dat jij een dringende vraag hebt. Ja, vroeger hoorde ik heel veel vliegtuigen hier, zeg maar, over mijn huis. En Nu hoor ik ze niet meer. Want hoe komt dat eigenlijk? Zo'n vliegtuig, hè? Die is natuurlijk hartstikke zwaar. Die weegt ongeveer 30 keer zo zwaar als een auto is. Ongeveer 40.000 kilo. Als zo'n vliegtuig landt, dan krijgt de baan natuurlijk heel veel te verduren, hè? Omdat die zo zwaar is. Dus moeten er af en toe ook reparaties worden uitgevoerd aan de baan. Hè? Bijvoorbeeld hetzelfde als jij op de snelweg rijdt. Dan moet je af en toe ook even een beetje naar links en een beetje naar rechts. Omdat er wegwerkzaamheden plaatsvinden. Hè? Dus dat moeten wij af en toe in onderhoud nemen. Om het weer te herstellen, zodat het weer helemaal goed is voor vliegtuigen om weer te landen. Waar zijn we nou eigenlijk? Wij staan hier op een stukje asfalt vlakbij de Zwanenburgbaan. Ja? Dat is een van de landingsbanen van de luchthaven. Kijk, daar gaat alweer een vliegtuig. Ja, ik zie het. Wow, dit is vet. En dat werk aan de banen, dat noemen wij baanonderhoud. En wat is baanonderhoud eigenlijk? Kijk, dat laat ik jou zien. Maar dan moeten we eerst even wat voorbereidingen treffen. Kom je? Ja. Dan zijn we klaar om naar het onderhoud te gaan. Ja. Ja? 3, 2, 1. Hey, en daar zijn we op de polderbaan. Kijk, en in de verte... Ja? Dan zie je nog een beetje de werkzaamheden plaatsvinden. Zie je dat? Ja. Hoeveel weken duurt het ongeveer voordat de onderhoud klaar is en vliegtuigen weer kunnen landen of starten hier? De totale duur dat we de baan in onderhoud hebben, duurt ongeveer 15 weken. Waarom staat het kruis er eigenlijk? Goeie vraag. Dat is om aan te geven, hè, als je heel hoog in de lucht ziet, dan zie je daar een kruis op de baan. En dat betekent dat die baan niet beschikbaar is. En dat hij dus de andere baan moet gebruiken. Oké, ja. Heb je ook niet een beetje honger? Ja. Dat is volgens mij een supermooie plek om even te gaan eten. Vind je ook niet? Ja. Ja? Heb je ooit een broodje gegeten met alle helm en bril op? Nee. Ja, veiligheid is boven alles, hè? Nee. Hey, de polderbaan die heeft zijn eigen toren, hè? Weet je waarom? Omdat het bereik van die toren... een beetje te kort is om de piloot te zeggen of de baan vrij is of niet? Ja, omdat de polderbaan is zo ver weg eigenlijk van het centrumgebied. Dat wij daar een aparte toren hebben neer laten zetten. Zodat zij heel goed kunnen aangeven aan de piloten dat zij op de polderbaan kunnen landen of kunnen vertrekken. Heb je heel goed gedaan. Ja. Zullen we daar dan gewoon heen? Wat? Echt? Ja, kom, gaan we erheen. Wow, het is heel hoog. Groot, hè? Ja. Echt heel hoog. Hey, heren, welkom bij Luchtverkeersleiding Nederland. Dank u. Leuk dat jullie ook even hier komen kijken. Wil je even boven kijken? Ja. Ja? Ga je mee? Ja. Kom maar. Hey, veel plezier, hè? Ja. Doei, doei. Doei. Kijk eens. Wow, jeeig. Jullie hebben elke dag zo'n uitzicht, of niet? Ja. Kijk, je kijkt gewoon een hele polderbaan over. Ja, nou dit is het laatste stukje. Wow. Kijk maar eens naar rechts. Jeeg, wat je allemaal kan zien. Wat een uitzicht. Net of ik in een vliegtuig ben. Nou, ver kijken, hè? Kom, gaan we nog verder kijken. Nog verder? Kijk eens, als je die kant opkijkt, dan kun je over heel Schiphol heen kijken. Dat is wel vet. Nou, je kan eigenlijk gewoon elk vliegtuig zien op Schiphol vanaf deze kant. Kijk, daar komt er eentje aan. Zie je dat? Ja? Ja, ik zie een vliegtuig.
Nou, het is wel een lange baan hoor, de polderbaan. Is die nog langer dan de andere of is even lang? Ja, nee, de polderbaan is de langste baan die we hebben. Ik heb hier de kaart met de banen. Kom maar eventjes kijken, dan kunnen we ook eens even kijken waar jij woont. Hier heb je de polderbaan. Ja. Hier heb je de Zwanenburgbaan. Dan heb je hier de Kaagbaan. De Aalsmeerbaan. De Buitenveldertbaan. En de kleine Schiphol-Oostbaan. Dat is de oudste baan van Schiphol. Nou, en dan heb je hier Assendelft, waar jij woont. Ja. En dan kan je eigenlijk vliegtuigen zien van de Zwanenburgbaan en van de Polderbaan. Ja. Zie je wel? Ja, we hebben nu eigenlijk best wel weinig vliegtuigen boven ons huis. Ja, dat klopt. Want zoals je hebt kunnen zien is de Polderbaan dus niet in gebruik. Die is in onderhoud. Er zijn allemaal mensen aan het werk. Ja. En we hebben corona nu. En daardoor zijn er gewoon sowieso heel weinig vliegtuigen. We hebben maar 1/3 van de vliegtuigen die we normaal hebben. Begrijp je nu waarom het wat rustiger is? Ja. Oké. En je bent straks ook wel weer blij als het weer wat drukker wordt, of niet? Ja. En dan kan ik ook wel op vakantie en naar familie toe. Ja, dat is wel zo leuk, hè? Ja. Nou, ik hoop dat je het hartstikke leuk hebt gevonden. Ja. En goede reis naar huis. Ja. Nou, doei. Doeg. Hoe vond je het? Leuk. Ja, vond je het leuk? Ja. En, heb je antwoord gekregen op je vraag? Ja. Hebben we dat gevonden, het antwoord? Ja. Stap weer in de auto, jongen. Mam, ik weet nu waarom er bijna geen vliegtuigen meer over ons huis vliegen. Omdat de polderbaan in baanonderhoud is en omdat er corona is. Oh, zo zit dat dus. Ja. Heb jij nog een vraag over Schiphol? Reageer dan hieronder in de comments. En wie weet ga je ook naar Schiphol.